Welkom bij een nieuwe video van Kees aan de Kook. Super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe receptvideo van Kees aan de Kook. Het is maandag 3 uur, dus weer de hoogste tijd voor een nieuwe video. Wat we gaan maken, dat zien jullie straks. Het komt in ieder geval weer uit Griekenland. Dus ik heb alle ingrediënten weer klaargelegd, mijn voorbereidingen getroffen. Zoals ik al zei, we gaan iets Grieks maken. We gaan overheerlijke tzatziki saus maken. De welbekende klassieke saus uit Griekenland. Hè. Het gaat weer vooral om het recept. Wat hebben we er allemaal voor nodig? Ongeveer een eetlepel dille. Die gaan we fijn hakken zometeen. 2 tenen knoflook. Ook die gaan we fijn hakken zometeen. 3/4 komkommer. Die gaan we zometeen raspen. 500 gram Griekse yoghurt. Neem Griekse yoghurt. Zout uiteraard, heb ik al een beetje van ingedaan, ongeveer 1/4 eetlepel. En 2 eetlepels extra virgine olijfolie. En dat gaan we zo meteen mengen. Dus ik ga nu beginnen met de dille fijn te snijden, de knoflook en de komkommer. En dan zien jullie mij zo meteen weer terug. Zo, ik heb inmiddels alles fijn gehakt, gesneden. Kun je een klein beetje zien hoe fijn het is. Hè? De knoflook ligt daar. De dille, de komkommer. Ik had even geen raspbladen om, dus ik heb het gewoon fijn gehakt, zeg maar. Maar rasp is eigenlijk wel beter. Maar die ligt ergens anders. Wat je ook nog zou kunnen doen, om eerst de komkommer in een aparte bak te doen. Even wat zout eroverheen doen. Even 10 minuten laten trekken en dan 7, want dan komt er namelijk heel veel vocht uit. Maar ik vind het juist wel lekker om dat vocht van die komkommer door mijn tzatziki saus te hebben. Dus ik heb dat niet gedaan. Nou, nu is het natuurlijk uiteraard gewoon een kwestie van door elkaar mengen. De extra virgin olijfolie moest er nog door. Die doe ik er nu doorheen. We maken hem even ruim van tevoren. Hè. Even echt een paar uurtjes van tevoren. Een dag is nog beter. We kunnen alle smaken lekker intrekken van je tzatziki saus. Ja, en eet hem lekker bij een pita broodje met gyros of gewoon bij je frietjes. Of bij een ander lekker stukje vlees, vis. Je kan er uiteraard heel veel kanten mee op met deze Griekse klassieke saus. Alles goed doorgemengd. We laten hem nog even lekker trekken. En dan is je tzatziki, Griekse tzatziki saus klaar. Zo, dit was het weer voor deze maandag 27 juni. Voor de leukste video, even duimpje omhoog. Vergeet te abonneren, belletje aanklikken. En hartstikke bedankt voor het kijken. Ik ga weer verder met mijn zoektocht naar wereldse recepten. Zodat ik die mooi met jullie kan delen. Dus we zien elkaar woensdag weer. Fijne maandagavond. Dankjewel. Doei doei.